Ik ben Timmy de Vos en wij zijn Race Against Waste. Samen met scholen helpen wij afval de wereld uit. En voordat ik je ga laten zien hoe we dat doen, laat ik je zien waarom. Elke dag gebruiken we elektronische apparaten en trekken we mooie outfit uit de kast. Maar onze spullen hebben een keerzijde. Waardevolle natuur wordt afgebroken, er zijn nog steeds slechte werkomstandigheden bij het maken van onze spullen en grondstoffen raken op. Dat terwijl onze afvalbergen steeds groter worden. En dan belanden er wereldwijd nog miljoenen kilo's elektronische apparaten en textiel bij het restafval. Of er blijven mensen thuis in de kast of op zolder liggen. Dit moet anders. We combineren informatieve lessen met een toffe inzamelactie. Zo leren kinderen over een circulaire toekomst en dragen ze daar direct hun steentje aan bij. 10 basisscholen in een gemeente of regio gaan de strijd aan met textiel of elektronisch afval. Bij de textielrace zamelen we kleding en textiel in om dat te kunnen hergebruiken. En bij de e-waste race zamelen we oude of kapotte elektronica in om dat terug in de kringloop te brengen. Dit doen we altijd met gemeenten en lokale partners. Een race gaat altijd van start met een leerzame gastles. Over het belang van minder kopen, hergebruik en recycling. En dan is het tijd voor actie. De kinderen zamelen 4 weken lang elektronisch afval of textiel in. Dat doen ze thuis, bij familie en bij vrienden. Maar ook in de buurt. Met flyers, posters en zelfs via lokale media brengen de leerlingen de hele buurt op de hoogte. Tijdens een race werkt een klas samen als een team. Iedereen is nodig. Van managers tot YouTube-sterren tot keiharde inzamelaars. Door samen te werken leren de kinderen spelenderwijs welke rol het best bij ze past. Een waardevolle les voor hun eigen toekomst. Buurtbewoners kunnen makkelijk en snel via onze website elektronica of textiel aanbieden om thuis op te laten halen. Kinderen zien dan waar en wanneer ze het bij jou mogen ophalen. Als dank voor hun bijdrage krijgen buurtbewoners kortingscodes voor mooie, duurzame producten. En de klas die het meest heeft ingezameld, wordt groots beloond. Die wint een toffe schoolreis voor de hele klas. Op deze manier maken wij het inzamelen van e-waste en textiel leuk, leerzaam en gemakkelijk. Jaarlijks organiseren wij onze races bij honderden basisscholen. Per race zamelen we gemiddeld zo'n 15.000 kilo materialen in. Dat doen we inmiddels bij meer dan 100 gemeenten in Nederland. En we breiden snel uit. Met de e-waste race en textielrace inspireren wij de groene denkers en doeners van de toekomst. Doe mee! Met de nieuwe generatie, op naar de circulaire economie.